Bibliotheek. En ik was naar de gemeente geweest om een formulier op te geven. En ik begon toen te vragen welke formulier dat ik nodig had om de soeverein te laten verklaren. Nou, die vrouw wist helemaal niet waar ik het over had. Zoals gewoon niet. Dus dan moet ik bellen. Die hebben alleen naartoe gekomen in de regen. Dan zei ik nou. Ik kwam hier naar binnen. Ach, dat is best groot hier de bibliotheek. Maar dat is een meid met jou 24. Dat zat er en bij haar boksen. Dat ze zo'n putje weg te duwen. En ik blijf gewoon staan kijken. En weet, kijk zo om, zit ze dat ik sta te kijken. Het is normaal leek lachen, weet je. Ja, ik blijf gewoon staan kijken. Scheiden man. Maar ze hebben hier geen boeken van gewoon eruit. Beschaamd. Ze hebben ze wist wel dat ze een boek, het laatste boek van 2020 over corona had. Maar we zijn dus geen boeken van komende eruit. We hebben honderden landen uitgebracht. Maar we zien geen. En dus ik ben nou een boek over de bovenpoten, over de goede kamer lezen. 1975 tot 1979. 1,8 miljoen mensen uitgemoord in Cambodja. Een bevolking van 8 miljoen. Dus, ik heb vandaag niet geslapen. Ik heb anderhalf uur met een vriend uit Deventer gebeld. En van alles gedaan. En vanmorgen heb ik op Facebook heb ik gegooid het gesprek wat Joyce me gestuurd had. In juni geloof ik toen hij met de rechtbank in Den Haag belde. En dat ging over die artikel 12 procedure, omdat ik heb ook veel discussies met Joost gehad en ik vond het ook wel jammer dat die jongen bij Micha Kat en bij Wouter terecht kwam bij die twee oplichters. En het verhaal van Joost is waar, ik weet dat waar is. En daarom heeft hij mij die bewijzen toen gestuurd ook. En ik heb vandaag dus op Facebook van mijn Telegram uit het gesprek van hem met de rechtbank in Den Haag gegooid. Waar hij belt voor artikel 12 procedure, wat hij gestart was. Want het Openbaar Ministerie wil geen onderzoek beginnen. En is die artikel 12 procedure gestart. En dat gesprek heb ik op Facebook gehoord straks. Maar dat kun je alleen weer luisteren als je het stellig hebt. Maar ja, dat zijn er veel, dus vele zullen het horen. En ik ga nog meer bewijzen van Joost op het net gooien. Want zoals je zegt, ik heb veel conflicten met hem gehad en ook deed hem in omdat ik wist dat Misha Kat, die was misbruikt op aan de markt, dat wist ik. En die Joko, die Wouter, zo'n vieze oplichter. Maar niemand wil het verhaal van jongens brengen. Niemand van al die media, niet die lappen honden. Dan zijn er 4.500 kinderen in verdwenen. Trouwens, Daan heeft gisteren goed content gemaakt. Moeten jullie kijken dan op Facebook echt aanhalen. Waarom dat Nederland zo'n grote staat in de wereld is en dat Nederland helemaal niet lage land betekent en zo. Echt aanhalen van de verhalen gisteren en de content. En mij valt naar de en ze hebben mij helemaal geen bewijs gegeven. Van het document dat ik heb afgegeven, dus ik moet even terug hiernaast. Dat is gelukkig hiernaast. En dan ga ik naar huis, want het is nou eindelijk droog. Kijk, mooi uitzicht. Een grote bibliotheek hier met piano, leerstafel, alles en zo. Maar het is nou droog, dus ik dump dat boek in die kast en ik ga naar huis. Ik denk nog even met Pieter gaan bellen. Ja, met Pieter gaan bellen in verband met die brief die ik gestuurd heb. En de gemeente bellen, doe ik morgen, maar ik denk dat ik slapen ga. Dat is beter. Want zoals gezegd, ik heb vandaag niet geslapen. En ja, dan ga ik doen wat eten en dan nog ik het bed. Misschien nog even een berichtje naar mijn dochter schrijven. Dus, ouders, fijne mensen. Vanuit de bibliotheek in Nijmegen. Een flyer gepokt toch? Ronnie de Ronner. Kijk je.